En naast de sportieve malaise bij stap nummer 1 zitten ze op de Bosuil met een andere vervelende kwestie. De twee brieven aan de voetbalbond waarin voormalig voorzitter Eddy Wouters een deel van zijn kapitaal terugeist, zijn bij het Antwerpenbestuur in het verkeerde keelgat geschoten. Niet zozeer omdat het een bom legt onder het licentiedossier van Antwerp. Het wordt vooral bekeken als een frontale aanval op de club zelf. Dat het licentiedossier van Antwerpen in orde komt, daar lijkt het bestuur zeker van. Maar dat uitgerekend Eddy Wouters, jarenlang het boegbeeld van de club, Antwerpen in discrediet brengt, dat kunnen ze op de Bosuil niet vatten. Wat ons zeer zeer verwonderd heeft, is dat onze gewezen voorzitter, meneer Wouters, een aantal brieven aan de licentiecommissie heeft geschreven. Met de hoop, denk ik, om stokken in de wiel te steken wat betreft de licentie voor het jaar 2012-2013. En dat heeft ons ten zeerste verwonderd. Een man die 42 jaar voor is geweest van de club, die op deze manier tracht na te trappen, dat tart elke verbeelding. Hij heeft altijd beweerd dat Antwerpen zijn club is en zijn hart is. Als ik mijn hart voor Antwerpen draag, dan doe ik zulke zaken niet. Niet zelfs met de diepste haat en haat, dan doe ik dat niet. Eddy Wouters zelf ontkent dat hij Antwerpen in moeilijkheden wil brengen. Ik wil nog eens herhalen dat ik de laatste ben om tegen Antwerpen te schrijven om de licentie niet te halen, zoals zij aan de supporters vertellen. Dat is hoegenaamd niet waar, maar ik heb wel naar de bond geschreven voor uit te leggen wat hier gebeurd is. Dat zij mij willen laten opdraaien voor de volgende jaren nog. Hetgeen dat gebeurd is in het verleden heb ik gedragen. Hè? Ik kan het toch niet voor volgend jaar ook nog dragen. Hè? Jij vindt van wel. Zou jij dat doen? Beide partijen zeggen over voldoende juridisch bewijsmateriaal te beschikken om elkaars argumenten te weerleggen. Een wel eens nieten spelletje met mogelijk zware financiële gevolgen voor Antwerp. Het doet de al flink bekoelde relatie tussen voorzitter en ex-voorzitter geen goed. Is dat hier nog een welkome gast? Laat ons zeggen dat dit gevoeliger en gevoeliger begint te liggen. Ja. Oh, dat is mijn club, hè. Meer dan van u. Hè. Het is al erg zo. Ik heb dat hier gemaakt, ik heb dat hier gebracht. Waarom mag ik hier niet meer komen? U gaat zeker niet wegblijven nu. Ah, ik zie niet waarom. Moet hij wegblijven? Moet ik wegblijven? Wij zijn dus, het is door ons dat zij hier zijn.